Yo mensen van YouTube guys en welkom bij een nieuwe Miximax video. En ja, vandaag gaan we testcat met Vladimir Miximaxen. Dus ja, laten we maar gelijk gaan beginnen. En ik ga hem Great Blaster en Slack opgeven. Dus ja, dat lijkt me wel handig. Want dat is kill dus. En een schot move. En die best wel sterk dus. Ja, laten we kijken hoe het eruit gaat zien. Oké, ik zie niet echt heel veel verschil. Ja, een beetje iets blauwiger haar, dat zie ik nu. Oh ja, het is wel aardig wat verschil, dus. Oké, we gaan kijken hoe het er met Black Butcher uitziet. Oké, best wel cool. En met Lancelot. Ja, ook gewoon goed. Dus niet slecht. Dus ja, we gaan hem even testen in een battle team. Dus ja, dan zie ik jullie zo bij een battle team. Oké, we zijn aangekomen bij een battle team. Dus ja, laten we hem gelijk maar tegen gaan. Oké. Pas we gelijk met Testcat en Miximax. Oké. Hoppa, zo. We kunnen nog even een keertje kijken hoe het eruit ziet. Oké, nice. Op zich niet verkeerd. Zo, en we gaan schieten. En kijken hoeveel power dat oplevert. Great Blaster, zo. L2. Kijk hoeveel power het heeft. Oké, 783 is niet slecht. Voor alleen Miximax dan. Met de Cash in Arm het zou ik nog wel hoger komen. Tot de 1000 of zo, dus. Zeker niet slecht. Dus ja, ik laat zo meteen ook nog even de stats zien. Ja, het wordt niet een al te lange video. Gewoon iets van 2 minuten, denk ik. Dus ja. Maar ik ga het wel goed maken. Met zaterdag ga ik een competitie route video weer maken. Dus ja, in dit weekend had ik niet echt veel tijd om een video te maken. Dus vandaar dat er geen video kwam in het weekend. Dus ja, dit zijn de stats. Ik vind het niet slecht. Kijk, 610, dat is best wel hoog. Dus ja, dat is best wel goed. Zeker niet slecht, dus. Mensen, in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Miximax video. Vond het leuk? Doe een blauw duimpje hoog. Laat even in de comments achter of jullie meer Miximax video's willen zien. En abonneer natuurlijk op mijn kanaal voor meer video's. En dan zie ik jullie natuurlijk weer. Later!